flung me out. He said, "Hey, Caesar, still in my eddy." To my surprise, I find myself nodding. "But," I add, "I want to read the text now, not wait until Monday." Marco hands over the phone. I squint at the message on the time screen. "Okay." I'm familiar with the meeting room now. Two chairs, a chip table, a pair of posters on the wall, one giving information on benefits and the other advertising a suicide prevention hotline. I haven't seen Bill, my probation officer, for several months now. He's one of the good ones. "Rob," he says, as if he's pleased to see me. He leafs through some papers on his desk, my record. On the top is my escape file, the one they turn to if I abscond with my known addresses. "So, your end is in sight," he says, looking at the sheet in front of him. 14th of July. Very fitting. Liberté, égalité. Un moment, l'État met en poste quelqu'un qui défend des personnes qui, vis-à-vis des Français, sont des tricheurs, sont des... voilà. Mais c'est un avocat, c'est le principe. Je citais tout à l'heure Robert Badinter. Robert Badinter a défendu Bontemps, Buffet et Bontemps dans les années 70. C'est la célèbre prise des gendarmes de Clairvaux. Et ces deux personnes ont été condamnées à mort. Je ne sais plus si c'est 71 ou 62. Julia, let's bring you in, who's been very patiently waiting to talk. They're Julia Sarkozy, an actress, and one of the stars, as you just heard of that clip of me and Nancy, the spider respun. How's it been for you? I imagine not much work at the moment. Yeah, hi Emma, hi Dustin. Exactly, Emma. It's really difficult, I think, in terms of just work has just stopped completely, you know, and honestly, and Nancy respun was such a blessing. At a time when so many actors and freelancers and all of us are just unsure of what was going to happen in the next couple of months. But yeah, work has been lost as well. So basically, this year, AMAC tour, and that's been cancelled and moved to next year. So it's been difficult, and I think the hardest thing is just the not knowing of when we can go back to work and when things are going to return to what I think will be a new normal, because I don't think anything's going to be the same again. No, and you know, season like we have in this season, it's even more drying and more exhausting, but that's what you have to handle, so it's quite normal. And yeah, it's an important then when there is a break, and probably in the summer there will be a short break, that you recover and refuel. That was Norwich City manager Daniel Farker there. And Simon, when you look at the final... Bye.
En changes hoor je bij de WOS. Het is 12 minuten voor 2:30. Wat gebeurt er bij jou op de hoek van de straat? De WOS praat je iedere dag bij. En de hoogste tijd om eens even wat nieuws van vandaag mee. Is het misschien handig om te weten welk probleem jullie nu hebben opgelost met de oplossingen die er gemaakt zijn in een appvorm, geloof ik, hè? Ja. Het eerste deel uit het goed geluimde sextet voor blazers en piano van Ludwig Thuile door Levan Francais en pianist Eric Lesage. Ja, leven en werk van maestro Ennio Morricone domineerde gisteren de media. Er kwam een verontrustend appje binnen van D. Steuris vanochtend, naar aanleiding van de werkzaamheden van Jet Berkhout gisteren. D. Steuris die appte, ja Jet, maandagochtend, dus gisteren zat je vanuit Zuid-Duitsland met Ab en ons te bellen over Morricone. En gisteravond zat je bij Bo, duidelijk in het echt, real time, over Morricone te praten. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Nou D, dat is heel simpel. Onze Jet heeft op basis van Einsteins relativiteitstheorie de wetten van tijd en ruimte omgebogen. Nou, het was volgens mij gewoon een kwestie van vliegen, maar... Ja, respect alsnog. En met veel vlieg- en kunstwerk heeft ze ook nu in de muziekfabriek een bericht in onze voicemail achtergelaten. Hey Karine en Sander. Hoi Jet. Ja, wat een prachtige stortvloed van media-aandacht was er gisteren voor Ennio Morricone. Ik moest denken aan wat hij zelf ooit zei als hem werd gevraagd waarom hij toch nooit mee wilde werken aan een biografie. Dan zei hij, mijn muziek is mijn biografie. Nou, in dat geval hebben heel veel mensen gisteren Morricone's levensverhaal gelezen. Wat een prachtige eerbetonen zag en hoorde ik langskomen. En inderdaad ook bij Bo gisteravond, waar ook zo prachtig live werd gespeeld. De muzici vertelden me dat er speciaal een arrangement werd gemaakt voor die avond door Henk de Vlieger. Om 6:30 waren de noten nog nat. En ik vond het ook zo tof om te merken hoeveel mensen, ja, eigenlijk bij zo'n verdrietige aanleiding als zijn dood, alsnog geïnspireerd en geraakt werden door Morricone's muziek. Zoals Jort Kelder verzuchtte na afloop van de opnames. Ik heb zin om nu eigenlijk de hele nacht naar Morricone te gaan luisteren.
Muziek onmiskenbaar.